ik noem het altijd het spel en de knikkers. Het spel, het politieke spel, vind ik heel boeiend. Ik vind het heel leuk. Maar uiteindelijk gaat het mij om mijn resultaten, om de knikkers. Ik ben Rick Grashoff. Ik ben 56 jaar oud. Ik woon hier in Delft, hier op de oude stadsboerderij. Samen met mijn vriendin en twee kinderen. Twee jongens van 10 en 13 jaar. Ik ben Kamerlid voor GroenLinks. En daarvoor ben ik onder meer wethouder geweest hier in Delft en ook in Rotterdam. Ik heb samen met een aantal andere mensen in 2000 dit hele pand gekocht, gezamenlijk. Daar een soort woonvereniging van gemaakt en we wonen hier nu met 4 huishoudens. En we hebben alle stallen verbouwd tot woningen en op deze manier ook het pand weten te behouden, want het stond er toen slecht bij. Dit is dus 10 meter langs die kant en van de ene naar de andere kant is het 12 meter, een enorme hooizolder. Wat ik ontzettend leuk vond is om te proberen zo'n oud pand, het is uit 1870, om dat dan zo te verbouwen dat het helemaal naar hedendaagse normen goed geïsoleerd is met een energiezuinige verwarmingsinstallatie. Ja, dat is voor mij belangrijk omdat ik toch wil proberen ook in mijn persoonlijk leven wel uit te stralen datgene wat ik politiek ook wenselijk vind en naar buiten breng. Het is toch een beetje het gevoel dat je in zekere zin ook wel een voorbeeldfunctie hebt. Ik fiets bijna altijd naar Den Haag. Nou, dat kan natuurlijk lang niet iedereen die in de Kamer zit, want we komen nu helemaal uit alle hoeken van het land. Maar ik woon toevallig op een half uur fietsen afstand van het Binnenhof en dan is het en plezierig om te doen. En dan vind ik het ook wel, dat scheelt weer een plek in de file, zou ik maar zeggen. Dan wel in een overvolle trein. En op de fiets ben ik er even snel als met het openbaar vervoer. Leuk aan het werk is als je het voor elkaar krijgt om dingen die je vanuit je eigen maatschappijvisie wil. Voor mij betekent dat bijvoorbeeld duurzaamheid. Ik wil dat er meer natuur komt in Nederland. Ik wil dat onze landbouw duurzamer wordt. En als ik daar iets van weet te bereiken, soms ook maar hele kleine stappen, dan denk ik dat ik de dingen doe waar ik voor ben. Ik informeer me over wat ik wil. Ik houd daaraan vast. En dat blijf ik ook doen. Ik heb dat ook heel sterk gemerkt in mijn functie als wethouder lokaal. Dat je soms heel veel moeite moet doen om mensen mee te krijgen in een bepaald plan. En daar, ja, dat lukt me dan uiteindelijk wel. Voor mij geldt persoonlijk, ik noem het altijd het spel en de knikkers. Het spel, het politieke spel, vind ik heel boeiend. Ik vind het heel leuk. Maar uiteindelijk gaat het mij om mijn resultaten, om de knikkers.